De Rode Duivels kunnen alle hulp gebruiken om wereldkampioen te worden. Daarom knutselt Henk Rijkaard elke week iets in elkaar om nog beter te kunnen supporteren. Een goede supporter smijt zich volledig. Het is dan ook zeer frustrerend wanneer de Rode Duivels toch verliezen, terwijl jij ze de hele match voor je tv hebt zitten aanmoedigen. Daarom ga ik iets maken dat jouw supporter energie niet verloren laat gaan, maar gebruikt om jouw telefoon op te laden. Kijk, we kunnen het supporteren in drie belangrijke bewegingen opdelen. Het neerploffen, de frustratieklop en het juichen. Maar we beginnen met het neerploffen. Voilà, kijk, dit kan nu heel goed scharnieren. En die scharnierbeweging wil ik omzetten in een draaibeweging. En dat ga ik doen met een fiets. Zit erop. Ik leg eventjes de bedoeling uit. Dus bij het neerploffen gaat de stoel terugkantelen en dan wordt de pedaal ingeduwd. Dus ik kantel terug. De pedaal wordt ingeduwd, het wiel draait en op het wiel zit een dynamo. En dan hebben we elektriciteit om onze gsm op te laden. Hey, slim hé. Ik gebruik in deze constructie onderdelen die courant vindbaar zijn, zoals deze snelbinder of andere onderdelen van fietsen, zodanig dat jullie dit thuis gemakkelijk kunnen nabouwen. Ik leg eventjes uit hoe het systeem werkt. Dus je staat recht voor de stoel en je ploft neer. Door de hefboom achteraan aan de stoel wordt de pedaal van de fiets ingedrukt en begint het fietswiel te draaien. En als je terug terecht komt, door de spanning van de snelbinder, komt de stoel terug in een helling te staan. Dus als je terug neerploft, wordt de pedaal terug ingedrukt en zo recht staan op neerploffen. Woehoehoe. Alright, het volgende is de frustratieklop. Voilà, hop, onze tweede hefboom is ook al klaar. Dus hier kun je al een keer goed gefrustreerd op kloppen. Hop, dan begint dat wiel achteraan te draaien. Als je daar een dynamo op zet, dan kunnen we elektriciteit opwekken om onze gsm op te laden. Simpel. En de derde beweging is het juichen. En dat gaan we doen met een fiets. Voilà, ik heb elk fietswiel voorzien van een dynamo. En zoals u ziet, dit is nog steeds een constructie die iedereen gemakkelijk thuis kan nabouwen met drie fietsen en een stoel. Nu moeten we enkel nog de elektriciteit van de dynamo's aansluiten op onze gsm. En dat is nog gemakkelijker. Je koopt gewoon een aantal elektronica onderdelen op het internet. Je houdt die dan zo in je hand en dan concentreer je op wat je wil maken. Voilà. En daar sluit je dan uw gsm op aan. En nu kan je met elke supporterbeweging je telefoon opladen. Godverdomme. Of nog beter. Hoera. Want nu gaat niks van ons supporterenergie nog verloren. Dus als de Rode Duivels nu geen wereldkampioen worden, dan hebben we toch tenminste 3% bij op de batterij van onze telefoon. Tot volgende week. Ja. Godverdomme. Ja.